Het kwaliteitsnetwerk is een methodiek voor professionals en cliënten om van elkaar te leren en de kwaliteit van zorg binnen hun instelling te verhogen. Samen stellen ze standaarden vast en bespreken ze de stand van zaken. Het kwaliteitsnetwerk gaat door alle lagen heen. Alle disciplines zijn actief betrokken en cliënten zijn gelijkwaardige deelnemers. Het netwerk is geen audit of afvinklijstje, maar stimuleert juist om met elkaar mee te denken en inspiratie op te doen. Het is leuk om van elkaar te leren. Het kwaliteitsnetwerk is een cyclisch proces van 7 stappen. Professionals van verschillende disciplines, afkomstig uit de verschillende instellingen van het netwerk, bepalen samen de standaarden. Geen minimale eisen, maar gemeenschappelijke ambities die aanleiding geven tot gesprek. De coördinator van de instelling ontvangt de standaarden, zodat de instelling samen de zelfreview kan invullen. Hoe vinden we zelf dat we het doen en waarom? Na de zelfreview gaan we bij elkaar op bezoek. Dit doet een reviewteam met reviewers vanuit verschillende instellingen. Ze kunnen meedenken over uitdagingen en ook zelf inspiratie opdoen. Na de reviewdag krijgt de instelling het instellingsrapport. Hierin staan parels en oesters beschreven. De dingen die er goed gaan en de dingen die nog aandacht nodig hebben. Als alle instellingsrapporten gereed zijn, komt er een landelijk rapport uit. Hierin staan de parels van alle instellingen op een rij. De instelling bepaalt zelf hoe ze het instellingsrapport gebruiken. Ze ondernemen eventueel actie om hun oesters te kraken en om hun parels te delen. Op de landelijke dag staat uitwisseling voorop. Iedereen komt bij elkaar om terug te kijken op de opbrengsten van de afgelopen cyclus. Na de landelijke dag wordt de cyclus geëvalueerd en gaat de volgende cyclus van start. Het EFP faciliteert het kwaliteitsnetwerk. Voor uitgebreide informatie over het kwaliteitsnetwerk, bezoek onze website.